Marjan Penning zit nu tegenover mij. Ze was hier een paar weken geleden om te vertellen over haar werk. En we spraken af dat ze terug zou komen om te vertellen over Anton Heijboer. Welkom Marjan Penning. Dag Jimme. Marjan, in je blog De Streken van Anton Heijboer. Hè, kunstenaar, kluizenaar met zijn vier bruiden. Daar gaan we het over hebben. Dat is mooi. Was je daar? Heel interessant onderwerp. Ik ben al een paar jaar heel goed bevriend met een van de bruiden, zeg maar. Lottie. En ik kom daar wel eens. Maar ik heb hem nooit ontmoet. Het is niet de reden waarom ik... het is zijn gedachtegoed wat me zo fascineert. Kan je... Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat heel kort te zeggen. Wat is in de grote lijn zijn gedachtegoed? Het interessante aan Heijboer is... Die man heeft het vrij moeilijk gehad. Er zijn meer mensen die dat hebben. Maar hij heeft niet zo'n hele leuke jeugd gehad. En hij heeft nazi-kamp meegemaakt. Niet een concentratiekamp, maar een werkkamp. En hij had gewoon te maken met schizofrenie. Hij had wel de nodige klussen aan zichzelf. En hij heeft een oplossing gevonden voor het feit dat hij echt niet kon leven. Het was te moeilijk om te leven. En daar vond hij een oplossing op. Voor. En dat vind ik zo fascinerend dat iemand dat kan en doet. Hij en creëerde dat drukte zich uit in kunst. Ja, en hij creëerde eigenlijk zijn eigen universum. Ja, ja, zo kan je het zeggen. Ja, en wat voor werk maakt hij bijvoorbeeld? In zijn vroege werk, dat zijn meestal etsen, maar niet zoals het volgens de regeltjes zou moeten, maar behoorlijk ruig. Want het moest heel puur, heel raak, heel direct zijn bij hem. Later is hij gaan schilderen. En was het, als, wat jij er nou van weet, was dat een geestesziekte of was het gewoon voor hem eigenlijk een manier om dus zijn eigen wereld te kunnen leiden, zijn eigen leven te kunnen leiden? Ik heb de indruk dat hij wel degelijk met schizofrenie te maken had. Ik heb er geen verstand van, maar dat zou je echt wel kunnen zeggen. En daar kun je een paar dingen mee doen. Kennelijk gaan een hoop mensen verdwijnen dan onder de medicijnen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik zou het anders zeggen, ja. Ja. En hij was dat niet van plan. Hij wilde dat voor zichzelf bevechten. Daarmee knokken. En ook een plaats voor zichzelf vinden in de wereld. Zonder opgenomen te worden. En daar zijn eigen vrijheid in te vinden. Dat was voor hem zo wezenlijk belangrijk. Er zijn niet zoveel mensen die dat voor elkaar krijgen. Die zich aan hun eigen haren uit hun eigen moeras trekken. Ja. Hij is er één van. Ja. Ze zijn er. Ja. Maar ze zijn zeldzaam. Ja. En dan ziet het er raar uit. Ja. Want ze doen het anders. Hoe zag het er daar uit? Ja, dat is een groot stuk bij land. Bij in Den Ilp, waar vrouwen wonen. Ja, dat is een aardig stuk land. En dat is, stel je eigenlijk voor, hutten bouwen. Ik weet niet of dat nog gebeurt in deze tijd, maar huttenbouwer. Vroeger wel. Ja. Ja, hij was een notoire huttenbouwer en dat heeft hij daar uitgebouwd tot een gigantische hut met verschillende verdiepingen en allerlei afdelingen. En het is daar heel spannend, heel duister ook. Als je daar over de drempel stapt, dan kom je echt in een hele andere wereld. Als je naar buiten stapt, dan denk je ook van, oh, waar ben ik nu geweest? Dat is een andere dimensie haast. En daar was hij gelukkig als hij een bepaalde voorwaarde voor zich... Nou, gelukkig, oh nee, dat woord mag ik helemaal niet gebruiken, want het was een zwaar leven wat hij leidde. Hij had voortdurend met zijn eigen problematiek te maken en voortdurend de uitdaging. Hij ging ook uitdagingen aan, hoor. Hij zocht ze ook op. Het probleem moest niet te makkelijk worden, heb ik hem wel eens horen zeggen ergens in een documentaire. Hij ging elke uitdaging aan om maar zelf steeds weer op het meest zuivere paadje uit te komen voor zichzelf. Ze moest zijn eigen weggetje bevechten eigenlijk. Ja, dat was. Hij bevocht hem. En hij heeft het voor elkaar gekregen. En daar was hij zo verschrikkelijk enthousiast over. Toen is het systeem ontstaan. Het systeem. Ja. Ik wil nog even weten hoe zijn vrouwen met hem omgingen. Hoe speelden ze dat klaar? Was er eerst één vrouw? Of hij is, voordat hij in Den Ilp kwam wonen, is hij een paar keer getrouwd geweest. Daar heeft hij van één vrouw een dochter en van een andere vrouw een zoon gehad. Maar daar had hij weinig contact mee, want die man ging totaal op in zijn eigen kunst en zijn eigen leven. Dat viel voor hem samen. Kunst en leven was volkomen hetzelfde voor hem. En toen kwam hij Maria tegen. En dat was de eerste vrouw met wie hij in Den Ilp dat stuk land kocht. En zij heeft zelf ook wel eens gezegd, je kan dat als vrouw alleen niet aan, zo iemand. Dus
dat zal niet de reden zijn, maar er kwam een andere vrouw bij. Ingetje, en die is maar kort gebleven, want die kon de condities toch niet zo goed aan. Toen kwam er een nieuwe vrouw bij, dat is Lottie. Die heb ik nou heel goed leren kennen. En daarna volgde nog Marieke, die roots in Amersfoort heeft. En Joke. En uiteindelijk dook ook nog, maar dat is eigenlijk niet de gemeenschap van 4 vrouwen en 1 man. Daarbuiten is nog een 5e vrouw en aan de overkant, Petra. En die, zeg maar, die is de ambassadrice altijd geweest. Dat is de vrouw die veel mensen kennen als overal kleurtjes in haar bewoninkje en in haar kleding. En ze is een en al. Ze staat heel vroeg op 's ochtends om alles geschminkt en aangekleed te krijgen. Die neemt een hele aparte rol in, die is er. En, maar hoort niet tot dat viermanschap waar hij zo'n behoefte aan had. En ja, ga maar leven met elkaar. We weten allemaal wat een grap dat is. Ja, zeker. Ja, dat valt niet mee. Maar goed, het is wel mooi dat iemand... En dan in zo'n situatie is het natuurlijk helemaal lastig. Ja. En ze hebben natuurlijk heus wel weet gekregen van hoe moeilijk hij het had. Maar ze hebben in een wonderlijke situatie gezeten waar ze graag op ingingen. En ze wonen daar nu nog, toch? Ja. Want dat blijft gewoon... Wat hij voor elkaar gekregen heeft, is echt iets levends. Dat blijft doorgaan. En zij presenteren zijn werk toch ook nog wel? Ja, nou ja, ze zitten zo in dat werk. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dat is onlosmakelijk verbroken met elkaar. Verbonden, ja. Ja. En is momenteel ook een expositie in het Haagse Gemeentemuseum? Ja, dat is de aanleiding misschien wel voor het interview. In het Haagse Gemeentemuseum kun je nu heel veel zien over van zijn werk. En daar zie je ook een gefilmde documentaire over hoe het met de eerste vrouwen ging. Hoe hij daarmee omging met zijn eigen doel in zijn hoofd. En zij waardeerden dat doel genoeg om te proberen zich te scholen, zeg maar, in het daarmee functioneren. Het ging een beetje ruig, want het was geen geschoolde psycholoog en zo. Het ging... Hij was eigenlijk de psycholoog voor hem, of de coach. Of... Hij was beslist de coach. Ja, hij was de drijvende blog kracht. Die ik vandaag publiceer, noem ik hem ook de dirigent, zeg maar, van een orkest. Hij weet hoe het moet klinken, want dat heeft hij leren kennen, want daar is hij terechtgekomen. En de anderen willen het leren. Maar ja, ze zullen eerst, ja, hoe leer je iets? Door je over te geven aan de situatie natuurlijk. Dus ja, en daar vol voor mee. Te gaan. Ja, vol voor te gaan. Dat was het echt, hoor. Bijzonder. Ja, het was heel bijzonder. Moeilijk ook.
Heeft Anton Heijboer ook een academie doorlopen? Nee, hele kritische echt, vraag. Echt niet, nee. Echt niet. Nee hoor. Dat is het laatste waar hij ooit over zou denken ook. Daar ging hij, heeft hij nooit over nagedacht. Hij had al door van, toen hij na de oorlog terugkwam naar Nederland. Of was het echt na? Nou ja, in elk geval, hij slaagde erin terug te komen naar Nederland. Ja, hij moest zichzelf bedruipen en het lukte door boerderijen te gaan tekenen en van de boeren wat te krijgen. En zo is zijn kunst ontstaan. Ja, nou maar ja, de grote, hij was altijd daarmee bezig dus, want hij had besloten, nou dan zal ik wel kunstenaar zijn. De grote klap kwam eigenlijk tijdens en na zijn crisis in de jaren 50, toen echt alles bij elkaar kwam. En hij een periode heeft meegemaakt dat hij begreep, kon doorgronden, hoe volgens hem het leven in elkaar zit. En dat is hij gaan tekenen voor zichzelf. Hij is echt zo, wild enthousiast geweest. Hij noemde het zelf, het voelde als een verliefdheid, maar dan 100 keer erger. Zo sterk was dat. En hij is gaan schrijven en tekenen op hele grote bladen. Alles ging groot bij hem. Alles is 200% is zwak uitgedrukt, 2000% alles. Dus heel grote bladen, hij heeft zitten schrijven, hopeloos handschrift heeft hij dan. Hield zich aan geen enkele regel als het over taal ging. En tekende en schreef hoe het volgens hem het leven in elkaar zat. Dat is een boek, dat is kan trouwens bij Lottie gekocht worden, een klein samenvattingje daar. Een van zijn vrouwen, hè, Lottie. Ja. En dat systeem was zijn eigen houvast, maar tegelijkertijd was hij zo bevlogen daarvan dat hij vond, hij wilde dat aan de hele wereld uitdragen. Want hij dacht, dit is de oplossing voor alle rotzooi waar je in terecht kan komen als mens. Ja. Hij is dat ook systeem gaan noemen. Het was ook een technisch aangelegde kerel, dus hij dacht in systemen. Het ziet eruit als een of andere raar streepjes. Ja, schemaatje ik met kan puntjes het niet laten en zien, cijfertjes. Maar zij zijn inderdaad van die driehoekjes. Het is te vinden op mijn website. Dan, ja, het is www.marjanpennings.nl ja, als je bij Anton Heijboer. Bij Anton Heijboer, sowieso. Als daar staat, er is één blog, dus mijn langste van het hele geheel, waarin ik het systeem beschrijf in mijn woorden. Dat mag ik zo van Lottie en de anderen, want het zijn dan wel mijn woorden, dat telt nooit. Alleen Anton Heijboer zijn woorden, om nog even een beetje de mensen te plagen die denken wat een ontzettend autoritair zootje is dat geweest. Maar zo dacht ik aanvankelijk ook hoor. Ik was echt stom verbaasd dat je als meiden daarin ging, jonge grieten, in die tijd. In de tijd dat er allemaal emancipatie, hallo, die zat toch ook nog overal. Feministische golf. Ja. Maar in ieder geval, zo zat het. Zo had hij zelf ervaren dat het in elkaar zat. En daarin gebeuren er twee dingen. Hij heeft één deel van dat systeem. Gaat gewoon over hoe je als mens leeft. Hoe je hier een beetje loopt rond te harken. Je hebt hier last van, je hebt daar last van. In zijn geval een paar. Hij noemde zelfs zijn gekte, noemde ik. Hij had de vrouwelijke vorm en de mannelijke vorm. Hij onderscheidde twee soorten. Hij had waanzin en krankzinnigheid. Okay. En uit de verhalen die ik hoor, kwam hij dan ook heel anders over. Functioneerde hij anders. Maar hij wilde daar niet zitten. Hij wilde daaruit. En dan moet je je voorstellen, yin en yang teken kennen een heleboel mensen. Ja. Het ene is zwart en heeft een ontvankelijke kracht. Ja. En het andere is wit en heeft de kracht van actie. Maar in allebei die kanten zit altijd een heel klein kiempje van het tegenovergestelde. Nou, als hij nou zijn gekte inschoot, één van de twee, dan was dat zo'n groot geworden, het zwarte of het witte deel, maar dan zonder die kiem. Ja, dus hij was verloren daarin. Ja, hij ging helemaal verloren in de verstandelijke kant. Ja. Of helemaal verloren in de gevoelskant. Ja. En de verstandelijke kant kan je dan uitleggen als bijvoorbeeld dat je alleen maar in je brein zit. Zoals een krankzinnige geleerde bijvoorbeeld. Een mad professor. Ja, ja. En de gevoelsmatige kant kan je helemaal uitleggen als, om het heel kort te zeggen hoor, heel cru. Godsdienstwaanzin bijvoorbeeld. Helemaal in je gevoel duiken en er nooit meer uitkomen. Ja. Hij vocht zichzelf daaruit terug. Maar hij herkende ook dat facetten daarvan bij iedereen op de een of andere manier ooit in je leven wel eens terugkomen. Daar heeft hij dus gewoon 4 verschillende punten van gemaakt. En daartussen zit er nog eentje. Nummer 7.7. En dat vindt hij de positie van ook de kunstenaar overigens. Maar ook daar waar schuldgevoel een rol speelt. Nou, dat is één helft van het systeem.
Ja. Meestal moeten mensen nu een slokje water. Ja, zullen we dat dan doen? Of even een muziekje? Ja, dat kan het beste doen. Jan, we zijn met het systeem bezig van Anton Heijboer en hoe hij dat helemaal heeft uitgedokterd en wat hij eraan had ook. Maar jij bent het aan het uitleggen. We zitten bij de vier. Ja, het grappige is dat zoals ik het nu uitleg, doe ik het verkeerd om. Ik ben met de hoogste nummers begonnen. En dat is nummer 9, nummer 8, nummer 6, 5 en 7. Die zitten allemaal, die zitten allemaal aan de kant. Die Anton Heijboer zelf heeft ervaren als het leven van een mens in de mensenmaatschappij. Daar was hij niet erg over te spreken. Hij heeft de meest vreselijke dingen meegemaakt. En trouwens, ook als klein kind al? Ja, hij was vrij eenzaam. Want zijn ouders, kille ouders, zeg maar. Ouders die woonden overal en hij moest maar mee. Hij moest altijd op reis, ja. Maar het zijn grote geluk is wel geweest dat hij geboren is in Azië. En een poos in Curaçao heeft geleefd. Dus hij heeft een deel van zijn leven mogen leven in de natuur. Oh, en in hele natuurlijke omstandigheden. Ik denk dat dat wel uitgemaakt heeft voor hem. Want daardoor heeft hij je zou haast zeggen, de onnatuurlijke en de harde manier van functioneren in onze maatschappij wel met andere ogen kunnen bekijken. Ja. Dat zou hem geholpen hebben. Ja, dus goede ervaringen. Ja, en hoe vervelend ook zijn eigen overgevoeligheid, waardoor hij erg veel te lijden had, heeft hem toch ook geholpen om dingen te ontdekken waar hij wat aan had. Ja. En in mijn ogen is zijn grootste ontdekking, en die noem ik cruciaal vaak, maar het grappige is, het is ook het centrum van een kruis. Cruciaal heeft met kruis te maken, geloof ik. Ja. Bij hem zijn de kruisen zijn allemaal gekanteld, want hij vond het alles dynamisch moest zijn. Het bewoog. Je bent niet statisch, geen kruis. Geweldig. Rechtop, verticaal en horizontaal, maar gekanteld. Het Andreas kruis verwerkt hij er eigenlijk in. Daar zit beweging in, dat kan...
fluctueren. Ja, je bent maar aan het aftasten. Gaat het nou daarheen, gaat het nou daarheen? Maar goed, helemaal in het midden heeft hij er één. Dat is het getal 4. Komt op allerlei manieren terug. 4 is ook voor zijn gevoel de grondslag van je ziel. Ander verhaal. Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar in 4 gebeurt iets heel wonderlijks. Je loopt bijvoorbeeld vast als mens. Dat gebeurt wel eens. Gelukkig niet op dagelijkse basis, maar het gebeurt. Dan kan je dood en doodongelukkig over zitten zijn. En jezelf knettergek maken, of gek zijn in zijn geval. En 4 is nou een plekje ergens in je leven waar jij een omslag kan bewerkstelligen van een soort dat je helemaal niet verwacht. Het is echt paradoxaal. Het is zo paradoxaal dat je brein kan dit niet volgen. Gaat niet. Is niet te begrijpen. Want niet met je verstand, maar het gebeurt wel. Wat doe je dan? Je legt je erbij neer dat je je leven niet kan leven. Hij kon zijn leven niet leven. Ja. Het was niet te doen. Dus hij aanvaarde wat hij, er was. Hij aanvaarde het. En iedere keer als je dat doet, soms kan je dat eventjes, als je helemaal vast zit, soms maar een paar seconden hoor. Als je dat doet, dan gebeurt er iets heel wonderlijks in mijn idee. Wat er gebeurt is dat je buiten jezelf staat. En dat wil zeggen, niet een uittreding of iets waanzinnigs in die zin, maar je ziet jezelf als een egootje zitten modderen. En op dat moment kan je beseffen, hé, dan ben ik eigenlijk iets anders als dat egootje. Ja. En daar gebeurt zoiets wezenlijks, hij noemt het ook, en dan kom je op de andere kant, dan ben je je wezen. Dan ben je niet Anton Heijboer of wie je dan maar bent, met die en die problemen waar je nooit meer uitkomt. Ja. Dan ben je ineens wat je werkelijk bent. Ja. Echt, is een woord wat hij heel vaak gebruikt. Dan ben je je wezen. En dan zit je ineens aan de andere kant van zijn hele getekende systeem. En dat noemt hij ook nummer 1. Oh, kijk. Hey, maar en dan kijk je vanuit een volledig ander perspectief naar alles. Ja. En dat kan je allemaal wel eens een keer ervaren. Maar bij hem was het zo nadrukkelijk doorgeschoten de andere kant uit, dat het hem niet meer losliet. Dus hij bekeek de rest van de wereld en alles vanuit een hele andere kant, vanuit een ander perspectief. Op een bepaalde tijd, in een bepaalde tijd. Dus de ene keer zat hij aan de ene kant en de andere keer zat hij aan de andere kant. Nou, je bent, blijft allemaal mens voorlopig. Je moet wel doodgaan om dat kwijt te raken natuurlijk. Maar je zit vanuit een andere kant te kijken naar je eigen gemodder. Maar kan je dat dan allemaal in kunst omzetten? Was het zo hij had natuurlijk de aanleg van een kunstenaar. Ja. Als je toevallig Johan Cruijff heette, was je gaan voetballen daarvan uit. Ja, dat is ook een grote kunst, ja, toch? Maar dan was je dat punt 1 bij hem, sorry, ik ging toch al door naar het andere deel. Het punt 1, het wezen, jouw wezen, geeft je zoveel, geeft je alle vrijheid. Je bent gewoon eigenlijk, ja, je zou zeggen, klaar als mens. Nou was hij niet klaar, want je blijft met je gektes en het gedoe. Maar hij was zichzelf altijd aan het uitdagen, omdat hij wist, elke uitdaging maakt weer dat ik dit kan doen. Ja. Niet eens testen, denk ik. Ik denk dat hij het deed. Hoewel hij het hele tijd niet kon. Het niet anders, denk ik. Nee, als je één keer, ik denk, voel of heb het idee dat als je bij 1 zit, als je het echt één keertje goed gemerkt hebt aan jezelf, op de een of andere manier, ja, dan wordt de rest zo relatief. Ja. Wat je ook kan merken in zijn gedrag. Hij vond de rest bijzonder relatief. Ja, ja. En dan zitten alle mensen die er allemaal aan het modderen zijn. Met, ja, maar zo hoort het en zo moet het. En potverdorie, ik wil ook aan de bak komen. Of ook gehonoreerd worden. Of kan jou niet serieus nemen, weet ik veel wat. Ja, die mensen zitten daarnaar te kijken van, die is wauws. Ja. Ga weg met die enge man. Ja. Terwijl als je in die atmosfeer zit en zo iemand in je buurt kan hebben, dan heb je de optie van andere perspectieven in je leven. En dat vind ik fascinerend. Ja. Ik hoor hier en daar wel eens van andere mensen dat ze ook tot zo'n punt uitkomen. Maar ja, je hoort het niet zo vaak. Ja. Maar het geeft wel lucht in je bestaantje. Ja, en het geeft ook wel weer hoe groot een geest kan zijn. Nou, iedereen eigenlijk is. Volgens hem, hè. Want hij was er echt op gebeten dat iedereen dit snapte. Hij liep het maar uit te leggen. Ja. Elk werkstuk van hem is een poging om dat
Ja. Onder andere om dat uit te leggen aan anderen. Ik heb op Middelo gezeten. Ik ben ooit muziektherapeut geweest. Mm. En daar leerden we de gekte van de mensen die hier zijn. In een Aziatisch land zouden dat bijzondere mensen zijn en wijze mensen zijn. Zou maar zo kunnen, ja. En hij liep hier rond. Ja. Dan moet je iets mee of niet. Maar goed, hij dus wel. En hij had de kracht om het in zichzelf voor elkaar te krijgen. Ja. En ik ben wel eens een paar mensen tegengekomen die het op een andere manier ook voor elkaar kregen. Hij had natuurlijk ook op de een of andere manier had hij een excentrieke tik. Die had hij zonder meer natuurlijk. Ja. En hij had op de een of andere manier was hij in de wieg gelegd om bekendheid te verwerven. En de mensen waar ik weet van heb, die hebben dat niet. Die leven langs een zijlijn heel stilletjes. Maar een heel vergelijkbaar pad hoor. Ja. Het is een hele uitdaging voor een mens. Maar het is eigenlijk alle mens zijn is een uitdaging van je welste. Ja, natuurlijk. Maar goed, omdat hij dus zo'n heel specifiek leven heeft geleid. Ook met zijn vier vrouwen. Ja. En die zijn daar dus ook in meegegaan. Die hebben zelf het gevoel gehad van verhip, ik mis iets. Er is hier iets wat er niet is in deze maatschappij. In het begin heb ik me nogal kwaad gemaakt op ze. Van, je gaat toch niet met z'n vieren? Met één man, het lijkt wel een harem. Typetje. En wat een rol speelt is dat vrouwen wel eens de neiging hebben om zich te voegen of voor een groter doel. Ondergeschiktheid. Ja. En van tijd tot tijd zal het heus die kant wel uit geweest zijn. En dat moet ik helemaal niet hoor. Dat vind ik, want dan zeggen ze wel eens, had jij daar niet willen leven? Nou, voor geen goud. Maar, misschien hij aan de andere kant ook wel. Dat hij totaal ook, want vrouw was voor hem iets heel ideaals, toch? Ja, het is heel bijzonder. Hij probeert dus een ik zeg altijd relativiteitstheorie is dat. De relativiteit van je brein, van je denken. Probeert die duidelijk te maken. Want dat is niet het eerste. Het eerste is je gevoel. Jij bent van de muziek. Gevoel is het eerste. Ja. En daarna komen er beelden misschien. En daarna komt het denken pas. Maar het denken zit ons in het Westen zo gloeiend in de weg. Want we denken allemaal dat het met ons denken zo goed weten. Ja. Maar dat denken, hij schakelt dat uit. Of hij is dat kwijtgeraakt. Ja. Daarom heeft hij het ook over krokodillenbrein. Ja, wat is dat, krokodillenbrein? Er zit een deel in je hersenen, dat is zo oud als je eerste. Ja, het zit zo achter je hersenstam, ja, volgens mij zo. Ja, amygdala is dat toch? Exact. Reptiele brein. Nou ja, dat deel van jou dat gewoon je lijf in stand houdt en verder niks. Ja. Waar we allemaal mee begonnen zijn. En het zit er nog steeds. Ja, gelukkig maar. Hij vond ook dat hij was heel trots op zijn hele lage bloeddruk. Heel laag, heel. Oh ja. En hij vond ook natuur niet sentimenteel. Sentimentaliteit kon je niet vinden bij Heiboe, nergens. Maar de natuur, zoals natuurlijk functioneren, zo functioneren, dat was echt. Dat was ook het enig zinvolle. Waren daar ook dieren op dat? Ja, of ontzettend veel dieren, ja. Honden, van alles. Veel grote honden, aanvankelijk heel veel doggen. En later heel veel herders. Ook konijntjes? Ja, ook, ik geloof dat dat ook wel was. Ik heb de laatste herder nog, of paar herders nog gezien daar zo. Maar ze zijn nu zijn er katten en andere dieren. Oh, waarom vraag je? Ja, nou, dieren waren van. Hij had één hond, daar had hij zo'n connectie mee, Koentie. Daar had hij echt zo'n, dat kan met een dier. Dat je elkaar helemaal aanvoelt. Ja. Hij was er zo kapot van dat die hond doodging. Want die heeft altijd haar halsband omgehad, heel lang. Kan ik in zoverre begrijpen dat ik ook de halsband van mijn hond niet weg kan doen. Oh ja, zij had een halsband. De hond had een halsband en hij droeg hem. Ah, mooi. Die was eigenlijk te strak, dus het was niet eens aangenaam. Oh jeetje. Maar ja, daar ging die weer niet mee zitten. Ja. Want een uitdaging was altijd een uitdaging. Thank you.
we praten zo tussendoor nog even over Anton Heijboer. Mathilde Willink is daar ook geweest. Ja, die werd op een gegeven moment uit huis gezet door de schilder. En dat vond Anton helemaal niet kunnen. Het was een heel open mens. Hij stond heel erg open voor mensen. Hij kon ook danig van slag zijn als hij een nieuwe persoon had ontmoet of een goede gesprek had gehad. Maar hij wilde maar dolgraag dit allemaal uitleggen. Ja. Omdat hij het zo wezenlijk vond allemaal. Is, omdat hij niet, hij vond het niet wezenlijk. Het en dat is dus, het was, het is wezenlijk. Ja. En dat maakt het zijn toetssteen ook. Van als hij met iemand om moest gaan die scheef leefde, die niet op die manier, die dat niet doorhad, die probeerde hem te belazeren of alleen maar heel tevreden met zijn eigen zelf ingenomen leventje was, dan kon hij letterlijk ziek van worden. Ja. En hij ging daar tegenin. We kunnen nog echt eindeloos doorpraten. Marjan Pennings, hartelijk bedankt. Mensen laat mensen naar de site kijken. Ja, naar jouw blog over Anton Heijboer. www.marjanpennings.nl.